dankjewel dat je kijkt naar mijn travel vlog. In Xi'an kan je naast het terracotta leger nog veel meer dingen doen. Bijvoorbeeld fietsen op de stadsmuur. Ik heb er ook op gelopen, maar fietsen is echt zoveel toffer. Sinds Nederland heb ik niet meer op een fiets gezeten, maar ik ben het zeker niet verleerd. Ja hoor, Heidi gaat ook weer een berg op. Deze keer is dat Huashan, een van de 5 heilige bergen in China. Veel Chinezen die ik heb ontmoet zeggen ook dat dit de meest indrukwekkende is. Dus dat moet ik zeker zien. De hike naar de top is al een avontuur met hele steile trappen. En nog maar 1000 te gaan of zo. Dit is ongeveer 3/4 van het pad. Je kan vanaf hier kiezen voor de Noord, Zuid, Oost of West piek. De Zuid piek is het hoogste, maar daar heb je dus dit leuke weggetje. Ja, dat ga ik dus mooi niet doen. Dus ik ga even kijken welke gewoon relaxed is om op te klimmen. Hoe bikkel is dit trouwens? Gewoon trappen op en af. Net zoals ik net deed. Oh snap, ik kom boven en ik zie... Dit! Ik kan echt niet anders zeggen. Het is een vrij epische hike. En ik ben echt een uur nog verwijderd van de top. Kijk hoe vet. Oh my god. Oké, dat is echt geen grappig trappetje. Huashan verslaat hiermee Seraxan. En ik ben nog niet eens bij de top. Nou, daar gaat hij dan hoor. Ik zit officieel in een film. Schreeuwende Chinezen om me heen, wat echt hilarisch is. En dit uitzicht. Yay, de Central Peak. En ik moet heel eerlijk zeggen, deze is niet zo heel populair, maar die lag binnen mijn tijdsbestek. Ik moet zo weer terug. Die ziet er wel echt ook bruut uit. Ik zou echt wel nog een keer naar dit park terug willen komen. Nog één laatste shot dan. Ik vind het oprecht heel moeilijk om hier weg te gaan zonder alles gezien te hebben. Daarom moet ik gewoon een keertje terug. Ik wil de Chess Pavilion zien. Ik wil de South Peak zien. Misschien doe ik deze dan ook. Maar dat weet ik nog niet. Op de terugweg neem ik een kabelbaan naar beneden. Omdat ik helemaal stuk ben van 6 uur hiken. Terugkomen naar Xi'an gaat helaas niet zo soepel. Ik heb echt eventjes een do not mess with me moment. Ik heb... in een bus gezeten, 2,5 uur lang met buikpijn, omdat hij geen wc-stop wilde maken. Toen kwam ik hier eindelijk aan, ben ik meteen een wc ingevlucht. Hou je mond, echt. Ik ben eventjes gewoon helemaal klaar. Toen stapte ik een taxi in en die gast deed gewoon alsof hij gek was. Wilde echt 3 blokjes omrijden. Ik heb gedreigd de politie te bellen, ik ben uitgestapt. Do not mess with me. Echt, op dit moment kan ik... Ik heb het geluk dat Chinezen een kop kleiner dan we zijn. Dus op dit moment, degene die me pissed off maakt, die heeft een probleem. Ik ga nu, denk ik, de metro pakken naar mijn hostel. En ik ben er gewoon even helemaal klaar mee. Op dat moment ben ik even helemaal klaar met de Chinezen. Maar over het algemeen zijn ze schatjes en kan ik heel hard om ze lachen. Ze zijn niet bang om gek te doen of in de spotlight te staan. En dat kan ik echt heel erg waarderen. Het is inmiddels ook weer tijd voor een nieuwe stad. Op de planning staat een week in Shanghai. Deze keer pak ik ook de nachttrein en dit is een heel bijzonder moment. Hoe langer je reist, hoe meer je eraan went. En soms word ik nog steeds overvallen door een bizar gevoel van... OMG, ik zit in een nachttrein in China. Wat? Hoe dan? Ah! En dat gevoel heb ik in deze trein. Na een rustdag is een dagje pretpark het eerste wat ik in Shanghai doe. Happy Valley is echt een Chinees pretpark en dat wil ik echt heel graag zien. Yay, ik ben bij Happy Valley! Kijk hoe cute het eruit ziet! Ik dacht echt dat ik een pretpark in mijn eentje misschien niet leuk zou vinden. Ik bedoel, er lopen alleen maar groepen vrienden en families. Maar ik ben hier, ik ben super excited! Yay!
aan de Happy Valley. Wauw, kijk hoe cute! En ze hebben hier in Shanghai een Disney World. Maar daar ben ik expres niet naartoe gegaan, omdat ik gewoon echt iets Chinees wilde zien. En dit is blijkbaar een Chinees pretpark. Woehoe! Let's do this! Soaring Dragon! Wow, 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 wow. Oké, hier om deze reden wilde ik naar een Chinees pretpark. Dit is echt breed! Wat? Check dit! We gaan vliegen op een draak! We gaan vliegen op een draak! Oh, dit is vet! Ja, we gaan zo vallen, we gaan zo vallen. Oh, dit is vet! Wow! Dit zijn echte bergen in China. Hier wil ik nog een keertje heen, ik heb nu geen tijd. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah, zo vet. Ah, de muren. De rit zit erop en het was echt zo vet. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. En ik heb gewoon in mijn eentje net zoveel lol als met een groep vrienden. Ik vermaak me wel. Ik ben mijn chest harness vergeten, dus ik ga mijn GoPro niet meenemen in de achtbaan. Maar zo krijg je een klein beetje de indruk wat het is. Oké, dit was by far de meest enge achtbaan drop die ik ooit heb meegemaakt. Hij ging letterlijk gewoon naar beneden, gewoon recht naar beneden. Je kijkt gewoon naar de grond. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ah! Voor de rest viel er wel mee hoor, maar die drop, die was echt ernstig. Oké, rennen naar de volgende achtbaan. Oké, en deze ga ik wel voor je filmen. Daar gaat hij dan! God love China, je mag gewoon je camera meenemen. Boeit ze niet. Dag krijg ik ook nog eens knuffels van dit moppie. Dit is echt te grappig. Ik heb toch een kat op mijn trui. Nou, er is er eentje knuffels aan het geven. Ik moet zeggen, ik was ook echt wel eventjes aan knuffels toe.
Ik heb vanmiddag nog een verrassing voor je. Abonneer je dus om die niet te missen. Als je al geabonneerd bent, dankjewel. En dankjewel voor het kijken. Tot vanmiddag.